Nou, we zijn in de grond aan het boren om de aarde te onderzoeken. En waarom moet je dat doen? Waarom moeten jullie de aarde onderzoeken? Dat weet ik eigenlijk niet. Op de CBS Juliana School in Dubbeldam werd donderdag van alles uit de kast getrokken voor de Geoweek. Dit gebeurde samen met Stentec en de Koninklijke Nederlandse Aardrijkskundegenootschap. Geoweek is eigenlijk een initiatief om te laten zien hoe aardrijkskunde in de beroepspraktijk, dus in het werk in Nederland gedaan wordt en toegepast wordt. Het is natuurlijk heel belangrijk om te zien hoe belangrijk je eigen omgeving en de wereld is en hoe het land ingericht wordt en ook je eigen wijk. En zo was het een volle dag voor de leerlingen uit groep 7 en 8. De dag begon met een presentatie en uiteindelijk waren er allerlei activiteiten waaraan de kinderen konden deelnemen. Nou, we zijn in de aarde aan het boren omdat we dan grond kunnen onderzoeken of het goed is en of hoe het eigenlijk is, de grond. Het is bewustzijn creëren voor het belang van aardrijkskunde en hoe dat toegepast wordt. Ook voor hun eigen toekomst en hoe leuk en interessant de toekomstmogelijkheden zijn qua werk in de sector. En wat heb je gedaan, Luca? Afval opgeruimd van straten, snoeppapiertjes en aluminiumfolie. Deze kinderen achter mij zijn bezig met gissen. Dus eigenlijk noemen we dat het Fortnite voor professionals. Maar hier zijn ze bezig om met analyses uit te voeren. Weten hoeveel inwoners er in de wijk zitten, wat een buurt is. Wat zijn de reacties van de kinderen om dat te doen? Ja, ze vinden het superleuk. Alleen soms is het een drempel. Het lukt niet. Nou, willen ze gelijk beginnen. Hè. Dus kinderen willen gelijk aan de slag met de computer. Maar goed, het is altijd belangrijk om eerst te lezen. En als men niet leest, komt men niet verder. Dus dat is ook wel een leuk onderdeel. Maar wat moet je precies opzoeken? Hoeveel procent van de inwoners in wijk 1 in de binnenstad zijn? Ben je al uit? Nee. Nee, wat me opvalt is altijd de meiden. Die komen altijd het beste ervan af. Die zijn analytisch sneller denken dan de jongens. Dus ik heb ze vandaag een opgave gegeven om de jongens een keer te winnen. En gaat het lukken? Ik denk het niet.